Ik vind het niet erg dat je 10 minuutjes te laat bent. Normaal ben ik op tijd op deze dag, maar... Mm-hmm. Perfect teruggegeven, merci. Ja, ik vind het vooral tof dat je voor slechts 3 euro op je bestemming kunt geraken. Nou, tegenwoordig voor anders voor 3 euro kun je eigenlijk niet veel meer doen, hè. Ik vind het ook een goede naam, De Lijn. Dat dekt zo, allee, wat mij betreft dan toch, de volledige lading van het concept. Oh. Goed geremd. Ja, het is ook goed dat jullie mee zijn dat er elektrische bussen nu worden gebruikt. Dat valt mij op. Ah, hier nog niet, hè. Ah, nog niet? Ah ja, maar dan vind ik het goed dat jullie de traditie van de fossiele brandstoffen nog in ere houden. Ze vinden dat de mensen met de kritische wagens gaan rijden, dat schijnt dat dan nog vervuilender is. Ah wel, het is goed dat u kritisch bent ook, want tegenwoordig. Goed dat u voorrang verleent. Ik vind uw bochttechniek is ook zo, het is zo precies, je hebt niet echt het gevoel dat je in een bocht zit als je in uw bus recht staat. Ah, goed dat u vertraagt voor het zebrapad, terwijl er eigenlijk niemand staat. Ja. Maar je weet het niet, hè. Voilà. Goedendag. Maar goed dat je vertrekt, ongeacht dat die persoon nog niet zit, dat we niet te veel tijd verliezen ook om op tijd op de bestemming te geraken. Ja, dat jonge mensen zijn dan... Dat kunnen ze dat tegen, hè? Absoluut. U bent goed in keuzes, maar... En dat schakelen, dat lukt ook wel zeer goed, hè? Het is automatisch. Dan gaat u daar heel goed mee om, dat dat automatisch gaat. Ja, heel knappe bocht alweer, hè? Maar het valt mij ook op dat u een van de eerste chauffeurs bent die enorm goed met dat vlies van de lijn staat, met dat vestje. Ik vind u ook heel charmant. Oh, dat is super galant. U had een collega voorlaten? Ja. Dat is ook een sympathieke chauffeur, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik vind het ook goed dat u ruitenwissers niet overbodig gebruikt, omdat het niet regent ook. Ah, ja. Heb ik al gezegd dat ik me veilig voel? Dat is straks, ja. Ah, ja. Ja, de bocht. Want er komt straks weer een bocht, hè. Twee keer naar mijn vlammen, sorry. Nee, ik kan nog maar één keer. Ik ga alleen maar één. Dat was een goede mop, toch? Nu mag even koken. Ja, wel, ik weet het. Ik ging het steeds zeggen. Misschien al gezien dat ik heel relaxed ben. Ja, maar dat valt mij ook op. Ik heb nog goede ogen ook. Mm-hmm. Er zullen weinig dingen zijn die ik niet gezien heb. Ja, ja, maar dat zie je. Ik heb een uitstraling van iets. Ja, je hebt een uitstraling. En ik heb nooit geen problemen om s'morgens uit mijn bed te komen. Ook al niet. Ja, de dagtaak zit er bijna op, zo. Ja. Het is ook fijn dat u niet bang bent voor een ongemakkelijke stilte af en toe toe te laten in ons gesprek. Merci, hè. Ja. Salut.